Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Henricus, abt Henricus van het klooster van Heisterbach. En samen met mijn secretaris Cesarius, van Heisterbach natuurlijk, zijn we naar Haren gekomen om het klooster van Jesse te visiteren. En daar hebben wij vernomen over die prachtige wonderverhalen. En Cesarius heeft dat allemaal opgeschreven. En dan zijn wij ook aangewezen dat er in de Martini-kerk in Groningen, dat ligt hier vlakbij, een arm als reliquie bewaard wordt. En dat is die arm van Johannes de Doper. Zeer interessant. En daar hebben wij die arm hebben wij bekeken. En toen kwamen wij tegen een meneer Bart Flikkema uit Haren. En we hebben meneer Flikkema gevraagd, kunt u daar maar een boekje over schrijven? En dat heeft hij gedaan. En dan kunnen wij nu, vanwege die vreselijke corona, kunnen wij helaas niet in de Dickensroom of in die openbare bibliotheek, maar gaan wij naar ons centrum. Mag ik u voorgaan? Zo, dames en heren, en dan komen wij nu weer, gaan wij naar binnen, naar ons centrum. En dan wachten wij op heer Flikkema, die dat allemaal kan vertellen. En, ach kijk meneer Flikkema, u bent er al. Gelukkig zullen wij samen naar binnen gaan. Dan kan men dat allemaal aanhoren, dat prachtige verhaal. Ja, dank u wel. Komt u verder. Gaat uw gang. En komt u allemaal mee, dan kunnen wij genieten van dat verhaal over die arm van Johannes de Doper. Kijk, dan kunnen we hier links af. Ach, ja. Ja, heel mooi. Komt u maar, komt u maar.